Fi happy manunggal bangsa Jawa kanca-kanca rondo bandala rupa fi happy zindabad fi happy zindabad. Waarmee we 25 mei 2020 dit land gaan besturen. Een verkiezingsprogramma die de chaos op politiek, sociaal, economisch, technologisch gebied gaat oplossen. Alsjeblieft. We hebben een wederopbouwplan. Bika, we hebben een wederopbouwplan. Baka. De brokking, we hebben baka. Lobbywang, we hebben vertrouwen, we hebben nationale netwerken, we hebben internationale netwerken en daarmee gaan we het land Suriname redden. Daarom hebben we net aangeboden gekregen ons verkiezingsprogramma. Dat heel detailistisch is uitgewerkt. Want altijd de man betekent hier, ja maar wat gaat de VHP voor ons doen? Wel hier staat het, wat de VHP voor het Surinaams volk gaat doen. In de documenten lees je ook, we gaan die corruptie serieus aanpakken. De gestolen gelden van het volk, die moeten terug naar het volk van Suriname. Corruptie heeft u arm gemaakt. U hoeft straks niet te hosselen voor 2 baantjes en 3 baantjes, mijn mensen. Het gaat erom dat u als volk wel moet werken, ja. En we gaan hard werken. Maar 1 baan zal genoeg zijn. Omdat we de economie gaan herstellen. En uw salaris gaat weer waarde krijgen. De koers gaat omlaag. En uw salaris krijgt weer waarde. De VHP heeft besloten dat wij komen met een speciaal studentenprogramma. Wij komen met een speciaal jongerenprogramma. Wij gaan schoolgeld voor de jongeren die willen studeren tot 18 jaar afschaffen. Uno zal zorgen dat die geldinjectie zal komen tegen uw bedrijf voor uw service. Uno zal zorgen dat vakgerichte studie zal komen bij uno. En wie wil er een kast en uno zal doen dat professioneel manier toe, naar een talent toe ja. Als je een campusopleiding wil volgen, moet je ook een studiebeurs kunnen krijgen. Niet alleen de studenten van de PTC Natin. Iedereen moet kunnen studeren met een studiebeurs. Wij komen met meer mogelijkheden daarvoor. Wij gaan ervoor zorgen dat openbaar vervoer voor studenten met de bus, met de boot, in het hele land van Mungo tot Sipaliwini, tot Nikeri, alle districten, gratis gaat worden. En dit gaan wij doen zolang de economie niet goed wordt. En die stadtelijke gezondheidszorg dat daarbij in dit. Het is helemaal op zijn kop, dames en heren. En de grote ellende, de oorzaak, is die Bazo. Het is trouwens een heel fiasco. Wie voelt VHP
Wij gaan deze wet op de operatietafel leggen en we gaan komen met een goede wet die garant staat dat aan gezondheidszorg tegen garandeert ten alle tijden die alles renasma en welke uithoek van het landje ook gaat wonen. Wie is er goed dat van die paracetamol tot die chemokuur gedekt wordt door jouw kaart, jouw verzekeringskaart, maar ook die grote operatie. Dat je hebt geen hernia operatie in Afghanistan. Let je weer doen. Let je weer doen, broeder Assad. En we zullen ervoor zorgen dat het BOG als instituut wordt getransformeerd tot een professioneel public health instituut. Via welk instituut wij voldoende informatie zullen geven over goede voeding, over suïcidebegeleiding. Dat we verkeers als slachtoffers gaan begeleiden, gaan compenseren, noem maar op, Adir van Oudo. U moet weer veilig voelen en veilig zijn. Op straat, in uw buurt, in het binnenland, in het verkeer, in uw huis. Die bescherming gaan wij brengen. Onze veiligheidsdiensten gaan krachtig gemaakt worden, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Ik wil in een land waar valuta niet schaars is. Ik wil in een land waar de centrale bank geen schandalen heeft. Een economie waar de banken de veiligste plekken zijn om hun financiën te plaatsen. Een economie die niet afhankelijk is van leningen. Een economie die divers is. Een goede economie, een transparante economie, een stabiele economie is de rode draad voor elk welvarend land. En daar precies willen we Suriname hebben. Ik, Suryani Miljoen, ben toegetreden tot de VAP omdat ik weet dat de VAP zich inzet om te werken aan een omgeving die eerlijker, rechtvaardiger en respectvoller zal zijn voor elke Stranang Uma, Stranang Man, Bongso Jongo. Omayere Bosbos Uberbori Gazo, Omayere Saipsa, 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 hier in het parlement moet u verantwoording afleggen. En Finoman, Libas Toro de Gwe. Asanko Sarino, wie wat je brieven kon, die afvallen in dat bestuur van Kondre. Wie wat je change kon, en dan met de tak lolo sani. Wat heeft de man al lusasturu, dan wil je de poer uit asturu. Alibaba moet opruimen. Alibaba met zijn 40 rovers moet opruimen en daarvoor is er geen plaats. Woensdag is de laatste dag, dat kabaal. Als je nog maar door omgaan aan financiën van konden aan inkomsten, dat ik van assistak hier. Nee, liba sturen, nee, wakak me op het jaar, hè. Omdat naar je probleem. Als je nog maar deel naar de inkomsten en de uitgaven, dat wat ik hier nog met je voetjaar aan Kondre. Dat laat het voor de mensen die het wel kunnen. Het volk van Suriname zegt, regering, begint u in te pakken. En gaat u naar huis. Begint u in te pakken. En gaat u naar huis. No. Zo makkelijk gaan ze niet naar huis. Zo makkelijk gaan ze nog niet naar huis. Want een paar gaan naar huis van bewaring. Een paar gaan naar huis van bewaring.